Afgelopen dinsdagavond vond de benefietwedstrijd van Carolus Borromeus College tegen de oudspelers van Helmond Sport plaats. En dit was het wedstrijdverslag. Ja, mooie pot denk ik. Ik denk dat iedereen in het stadion dat heeft kunnen zien. Het was goed voetbal. Heel veel technisch goed onderlegde spelers. Ja, het is jammer dat je hem in de laatste minuut nog op de paal schiet. Want anders loop je hier gewoon weg met een mooie 2-2. Maar zowel ons als de tegenstander, het niveau was hartstikke goed. Dus. Volgens mij was verliezen niet nodig. Nee, dat denk ik ook niet. Dus zeker in de eerste helft, de eerste 10 minuten, hadden wij toch de overhand. Maar ja, helaas. Wat kun je dan nog aan de zijkant doen als je ziet dat het toch nog een tandje extra moet? Ja, we hebben natuurlijk een team samengesteld van zowel docenten als leerlingen. En je merkt dat wij heel veel docenten hebben met ervaring en die kunnen het balletje goed tikken. En af en toe moet je als aan de zijkant juist even de leerling erin brengen. Om even dat vuur erin te brengen, even die frisse benen erin. En aanmoedigen, coachen, dat kun je doen aan de zijkant. Ja. We staan hier met Tom Eikemans, oudspeler van Helmond Sport. Hoe was de wedstrijd? Nou, we hebben gewonnen, maar nipt. Want je hebt kunnen zien dat we een hele goede tegenstand hadden. Zoals je ook ziet, oud-spelers blijven een beetje spelen. Maar als we hadden verloren, dan was het ook goed geweest. Was het ook goed geweest? Is dat de mentaliteit? Nee, is niet de mentaliteit. Maar voor een heel goed doel hebben we dit eigenlijk voor ogen. Ik heb de afgelopen week 3 keer getraind en toen heb ik even gedacht voor een goed doel. En dat zit een beetje in mijn hart. Uiteindelijk zie je wel, de techniek is er en af en toe een beetje de conditie, die blijkt nog even steken. Ja, dat kun je wel verwachten. Ik ben bijna 60 volgend jaar, dus maar nog altijd nog wil ik nog steeds winnen. En zoals je misschien hebt gezien, heb ik nog de laatste goal gescoord. En het was even met het buikje. Ik heb al meer gescoord in het verleden, maar dit is heerlijk. En zoals al gezegd, voor het goede doel. En ik hoop dat het alles goed terechtkomt voor de mensen waar het hier nu om gaat. We staan hier met Alex Manfredi, de doelpuntenmaker voor Carolus in de 2-1 verloren wedstrijd tegen oudspelers van Helmond Sport. Alex, hoe was het? Ja, ik vond het echt een hele leuke wedstrijd en ik ben blij dat ik mee heb mogen doen. Maar helaas hebben we wel verloren. Maar jullie hebben een goed partij kunnen bieden met een sterk team. Ja, we hebben zeker ons best gedaan. We hebben gewoon gedaan wat we konden doen. En hoe voelt het dan om toch een doelpunt te kunnen maken? Voelt wel heel lekker, ja. Maar nogmaals, alle credits naar Helmond Sport. Ze hebben goed gespeeld, ze hebben verdiend gewonnen. Maar er had wel meer in gezeten, ja.